Grote brand in Dukenburgs flatgebouw. Drukte in ziekenhuizen door verzuim en griepepidemie. En volgende week grote kans op nieuwe OV-stakingen. In een flatgebouw aan het Spijkerhofplein in Nijmegen werd maandagavond een zeer grote brand gemeld. Het zou gaan om een appartement op de 11e verdieping. Een deel van het complex werd uit voorzorg ontruimd. Om 8:30 hebben wij van een bewoner aan het Spijkerhofplein in Nijmegen een brandmelding gekregen. Dat is een appartement op de 11e etage, dat er brand in het appartement aanwezig zou zijn. Daardoor hebben zij de brandweer gebeld en is de brandweer ter plaatse gekomen. We hebben op dit moment 30 personen opgevangen in een naastgelegen casino. Dat zijn de omwonenden. De twee bewoners die zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht om daar verder nagekeken te worden. Volgens de brandweer viel de brand zelf wel mee, maar was er vooral veel rookontwikkeling. Hierdoor is het aanvankelijk lastig in te schatten wat het effect van de brand is. De brandweer verwacht dat het om een kleine brand ging die is veroorzaakt door bijvoorbeeld kaarsen of wierook. Voor de omwonenden zat de schrik er toch wel even in. Nou, op een gegeven moment verscheen er één brandweerauto en die stopte onder het flatgebouw. En vaak is er loos alarm bij het casino of zo, maar dit keer kwamen er allemaal mannen met slangen, dus blijkbaar was er iets aan de hand. Toen bleek dat boven ons, want wij wonen op de 10e etage, op de 11e etage was brand uitgebroken wat de bewoner zelf niet meer kon beheersen. Ja, op een gegeven moment klopte de brandweer aan en ze hadden dan de trappenhuizen geventileerd, zodat de bewoners die naar buiten wilden geen rookproblemen zouden krijgen. Dus toen mocht het wel. Deze buurtbewoner moet nog even wachten tot hij zijn huis weer in kan. De woonlaag onder de laag waar de brand was, die moet nog heel even wachten tot er iemand meegaat om binnen in het appartement te kijken of er echt veel schade is door water of rook. En dan keurt hij het goed of niet. Dat is, we wachten even af. Het nieuwe jaar is begonnen en tussen de goede voornemens zit bij veel mensen stoppen met roken. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Bij steungroep De Tweede Adem helpen mensen elkaar om rookvrij te leven. Een aantal deelnemers vertelt hoe het hen na tientallen jaren toch is gelukt om de sigaretten te laten liggen. Ik was 11. 11 jaar was ik. Ik dacht dat ik stikte. En zo herinneren menig rokers hun eerste sigaret. Maar is het moeilijk te besluiten welke sigaret de laatste is? Gemeente Nijmegen wil het stoppen met roken bevorderen en schakelde initiatiefnemer Faros in. Een expertisecentrum dat zich inzet voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland. Uiteindelijk in opdracht dus van gemeente Nijmegen zijn we uiteindelijk ook in samenwerking met de HAN een onderzoek gestart naar de zelfhulpgroep. Maar het ontstond dus eigenlijk met de vraag van hoe kunnen we de aantal rokers in de wijk verminderen. Deze steungroep is er al een tijdje en blijkt voor de deelnemers een succes. De positieve impact heeft vooral te maken met dat de deelnemers zelf inbrengen wat hen wel en niet helpt bij de stoppogingen. Het is om hun te helpen, dus ik kan wel met iets heel leuks bedenken, maar dat hoeft niet voor hun van toepassing te zijn. Dus zij sturen mij daar ook in. Soms kom ik met een heel leuk idee waarvan ik denk, dit moet werken. En dan zeggen ze, nou, dit werkt niet zo voor ons, maar bedenken zij een leuke variatie daarop bijvoorbeeld. Ja, ik heb natuurlijk heel lang gerookt. Bij elkaar denk ik een kleine 50 jaar. En de ervaring leert dat als je dan gestopt bent, na een poosje ga je lekker weer roken. Hoor me zeggen, lekker weer roken, maar goed. En dan ga je dus gewoon weer roken. En toen kwam er vanuit Faros kwam er van, hé, we gaan hiermee aan de gang. En ik moet eerlijk zeggen, het werkt. Het werkt. Ik ben ondertussen 14 maanden van het roken af. Ik heb eigenlijk alles al gedaan. Van medicijnen tot pleisters tot cursussen. Ga zo maar door. En ik ben hier 2 of 3 keer geweest, 3 weken. En toen rookte ik nog gewoon. Je gaat dan vertellen van wat je de afgelopen week gedaan hebt. Nou, gerookt. En niemand veroordeelt dat. Ja, dat is echt acceptatie. Het is goed. En wat Corrie zei, ze kwam hier en ze ja, nou ja, oké, okay, je weet dat je komt in de steungroep. Maar je kan iemand niet dwingen op het eerste moment van, nou, dan moet je ook stoppen, hè. Nee, gewoon, nou ja, oké, okay, kijk maar. Iedere dinsdagavond van 8:30 tot 9:00 kun je gratis deelnemen aan deze bijeenkomsten die nu nog plaatsvinden in wijkcentrum De Brak.
Ze zijn er vastberaden om ook dit jaar weer rookvrij door het leven te gaan. Gewoon doorgaan, niet roken. Doorgaan en hier blijven komen. Dat heeft twee voordelen. Het helpt je om niet te roken en het is ook nog gezellig. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. De nieuwjaarsborrel van de gemeente Nijmegen vond maandagavond plaats. Burgemeester Bruls hield traditiegetrouw zijn nieuwjaarsspeech. En tevens werd de Nijmegenaar van het jaar bekendgemaakt. De kans is groot dat je volgende week weer op zoek moet naar een alternatief voor je bus- of treinreis. Na mislukte onderhandelingen en een keur aan stakingsacties in de laatste maanden van 2022 liggen de bonden en de werkgevers in het streekvervoer nog mijlenver uit elkaar. En dus dreigt er een nieuwe stakingsgolf. Vandaag zitten de partijen weer met elkaar om de tafel. Als er niets verandert, staan de volgende stakingen gepland voor volgende week dinsdag tot en met vrijdag. Ziekenhuizen worstelen momenteel enorm met de aanpak van de griepepidemie. Het oplopende personeelstekort en het hoge verzuim in de sector zijn hier de oorzaak van. Dat melden vakbonden Nu 91 en FNV Zorg en Welzijn aan het Algemeen Dagblad. Het personeel loopt volgens hen op hard tandvlees en het is dweilen met de kraan open. Uit een rondvraag van RN7 blijkt dat dit bij het Nijmeegse CWZ nog relatief meevalt. Ze geven aan nog alles onder controle te hebben, maar tegelijk is er geen ruimte om dit verder toe te lichten voor de camera. Ook het Radboud UMC kon niet op dat verzoek ingaan. Onduidelijk is of dit ook met de enorme drukte te maken heeft. De krakers van het gezelschap Jantien, die maandagmiddag bekend maakte een pand aan de Nijmeegse Molenstraat te zijn ingetrokken, zijn door de politie inmiddels weer verwijderd. Dit laat de groep weten in een bericht aan RN7. Ze uiten hun ongenoegen richting de gemeente, die volgens hen blijft ontruimen voor leegstand. Ook laten ze weten het niet eens te zijn met de ontruiming, omdat ze al een aantal dagen in het pand verbleven. En ze noemen de politieactie huisvredebreuk. Wat de verdere plannen van Jantien zijn, is nog onduidelijk. In het nieuwe dagziekenhuis in Elst gaat Rijnstaten samenwerken met Bakker Bart. Aankomende zomer opent de vestiging van het ziekenhuis zijn deuren. Franchise-nemer van Bakker Bart wordt ondernemer John McLean, bekend van de twee Jumbo-supermarkten in Elst. Hij zal met zijn team de horecagelegenheid van het ziekenhuis onder zijn hoede nemen. Zo willen ze in Rijnstaten lekker en gezond eten en drinken aanbieden van lokale leveranciers en bijdragen aan minder voedselverspilling. In Concertgebouw de Vereniging in Nijmegen vond maandagavond de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bruls plaats. De centrale boodschap? Nijmegen is een sociale stad die veel te bieden heeft, maar alleen samen kunnen wij de huidige problemen oplossen. Dames en heren, beste mensen, Nijmegenaren en Nijmeegse vrienden, dat zijn we allemaal hier vanavond. 2022 hebben we weer afgesloten en hopelijk was het een feestelijk uiteinde van dat jaar. Al dan niet met wat vuurwerk, maar daar ga ik het vanavond over de veranderingen niets over hebben. Met die woorden begon Bruls met zijn nieuwjaarstoespraak. De burgemeester sprak over de coronatijd, de vieringen en jubilea van het afgelopen jaar, de goede samenwerking tussen Wijchen en Nijmegen rondom bedrijventerrein Bijsterhuizen en over NEC die het goed doet in de eredivisie. Maar daarna was het tijd om te relativeren. Het afgelopen jaar bracht ook grote uitdagingen, ellende en onzekerheid. Toen het stof in de stad nog negen waren hadden na alle coronabeperkingen en we net heubels gesloten hadden na maandenlang verblijf van Franse evacuees, zag de oorlog in Oekraïne. En al gauw maakte onze stad de eerste schrik plaats voor hulpvaardigheid en daadkracht. Er werden niet alleen veel Oekraïnse vlaggen gehesen, maar Nijmegenaren hebben zich ook ingezet om ons heden een warm thuis te bieden. Ook bekommert de burgervader zich om het bedrijfsleven. Net opgekrabbeld uit de coronacrisis is het soms hard werken om te overleven. Voor ondernemers, leidinggevenden en hun medewerkers betekent dat dagelijks gaten dichten en extra werkdruk. Tel erop dat er ook best veel ziekteverzuim is. Dat vraagt creativiteit, uithoudings- en doorzettingsvermogen. En die tekorten zullen er dus ook blijven. Die zijn structureel, als we niet op een andere manier naar werk gaan kijken.
We kunnen het ons simpelweg niet permitteren om alleen maar te constateren dat er te weinig mensen zijn. Want er is ook een woningtekort. Het afgelopen jaar, beste mensen, was een groei van bijna 3.500 inwoners in onze stad. De grootste groei van onze stad sinds de Tweede Wereldoorlog en waarschijnlijk, maar we hebben niet de bronnen tot het jaar nul, uit de geschiedenis van deze stad. Wie nu in Nijmegen-Noord rondkijkt, ziet er veel hijskranen. Het lang verwachte winkelhart wordt gebouwd. De stad ontwikkelt zich daar in een razend tempo. Toch zijn er nog veel meer woningen nodig. En daarom komen er de komende jaren ook duizenden woningen bij in winkelsteken rond het station. Steeds meer mensen wonen bovendien alleen. Dat maakt de druk op de woningmarkt in een groeiende stad nog groter. En mensen leven daarnaast, gelukkig mag je wel zeggen, steeds langer. Het aantal mensen in de stad wordt nu kleiner. En we krijgen ook niet meer ruimte of middelen bij. Dit is de stad, de omgeving waarmee we het moeten doen. Tot slot roept de burgervader de Nijmegenaar op om meer om te kijken naar de jongere generatie. We kunnen niet laten gebeuren dat kinderen de dupe worden van allerlei problemen die volwassenen moeten oplossen. Dus moeten wij als ouders, maar ook de mensen daaromheen, de buurvrouw, een oom, de leerkracht, een sporttrainer of een hulpverlener, wij moeten opstaan en helpen. En velen doen dat al elke dag, met hart en ziel, en ik hoop dat vele anderen dat ook gaan doen. Laten we op straat, school en thuis met liefde omkijken naar onze jeugd. Doen wat we kunnen om te helpen en aan de bel trekken als het even niet meer lukt. Want we hebben een sterke, hoopvolle en oplossingsvaardige nieuwe generatie Nijmegenaren nodig die de oudste stad van Nederland de toekomst gaat invoeren. En over sterke en oplossingsvaardige Nijmegenaren gesproken, na de speech werd de Nijmegenaar van het jaar bekendgemaakt. Alle drie de genomineerden zijn sterke kanshebber. Maar goed, uiteindelijk kan er natuurlijk maar één met die titel vandoor gaan. En daarom wil ik de genomineerden vragen om opnieuw hun plek in te nemen. Harry Clemens, Emiel van der Staak en Margriet Bosma zijn de drie genomineerden. Alleen de laatste kon helaas vanwege long covid niet aanwezig zijn. Oké, dames en heren, ik wil graag uw aandacht. En de winnaar is... Margriet Bosma werkt sinds 2014 op vrijwillige basis als coördinator bij de Voedselbank Nijmegen en Overbetuwe. Samen met de vrijwilligers doet Margriet er volgens de gemeente alles aan om de toenemende klanten op te vangen. Ja, het lijkt me heel bijzonder om namens iemand anders een prijsontvang te moeten nemen. Maar het mooiste is natuurlijk wel een prijs die via Margriet natuurlijk afstraalt op jullie allemaal, op al die 200 vrijwilligers. En ik heb eigenlijk altijd één standaard vraag als ik het overhandig. En nu wordt het helemaal moeilijk. Wat ging er door je heen? Dan moet jij dus namens Margriet zeggen hoe je dat voelde. Ja, nou, alsjeblieft, hier is voor jou. Geef ze een helemaal geweldig applaus, hoor. Namens vrijwilligers. Maar nu wil ik toch antwoord op die vraag. Wat denk je dat Margriet erbij heeft gevoeld of voelt? Dat is heel simpel. Die denkt niet, oh my god. Wat nu? Want ja, nee, ze is nog in dat hele verbeterproces. Dus dat zal nog wel even duren. Dus veel zult u haar nog niet zien de komende tijd. Maar ook long covid gaat een keer over. Dus ik hoop van harte dat ze in de loop van het jaar ook haar taken kan vervullen. De dag begon vandaag nog goed, droog en op sommige plekken zelfs nog met wat zon, zoals hier achter mij. Maar in de middag sloeg dat toch flink om en trok een groot regengebied onze regio binnen. Die regen zal tot morgenochtend nog aanhouden. Pas in de late ochtend trekt het gebied richting Duitsland weg. Daarna belooft het best een prima woensdag te worden. Er zijn opklaringen en blijft een tijdje droog. In de avond krijgen we dan met nieuwe buien te maken. En daar kunnen wat pittige exemplaren tussen zitten. De temperatuur komt uit op zo'n 11 graden. Donderdag wordt het even doorbijten. Dit belooft een natte en onstuimige dag te worden met veel regen en een stevige wind. Vrijdag kunnen we daar weer even van bijkomen. Er zullen dan wel her en der wat buitjes vallen, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws en updates. En volg ons ook op de bekende social media. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.